Hoi, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Deze had ik niet gepland, maar dat geeft op zich niet, want ik schrijf hem er gewoon tussen. En dan schrijf ik iets wat ik wel gepland had gewoon door. Want Dennis had iets leuks meegenomen voor mij. En toen dacht ik, ja, daar moet ik dan mee filmen natuurlijk. We gaan opmaken, uiteraard, want daar draait het hele kanaal om natuurlijk. Het gaat niet om de producten. Dit zijn gewoon de producten uit mijn everyday bakje. Maar, wat heeft Dennis gevonden? Twee kwastensets van Cien. Dat is het eigen merk van de Lidl. Hoe nieuw? Dus die gaan we proberen vandaag. Er zit een, dit is de V-set met een afgesneden kwast. Dit is een soort waaierkwastje dat lijkt voor highlighter. Waar deze dan voor is, weet ik niet uit mijn hoofd. Wacht even hoor. Ik probeer netter te zijn, dus ik ruim het gelijk even op. Deze voelt heel erg, ja, zacht maar stevig. Maar niet te stevig. Dus die wilde ik eigenlijk gaan gebruiken. Ze zijn heel mooi, een beetje oud roze. Ik kom er zo op terug. Oké. Hij blendt het goed. Maar hij is denk ik niet stevig genoeg om als foundation kwast te gaan gebruiken. Dus ik pak even deze van de Boozy Shop. Dit is de UP04. Staat dat er? Sorry, jeuk aan mijn neus. Zoals ik al zei, het gaat niet om de make-up, maar om de kwasten. Dus dit gaan we even in een noodgang doen. Zo, dat zit. Ik ga hem zo nog verder gebruiken. Wat ik hier misschien wel mee kan doen, is mijn onderogen poederen. Ja.
Ik zou hem eigenlijk als grote fluffy kwast gebruiken. Voor mijn ogen. Ik ga nog even het doosje pakken. Wacht even. Zou er iets opstaan van wat het zou moeten zijn? Bril. Oké. Drie hoogwaardige cosmetische kwasten met bijzonder zachte 100% synthetische haren. Het is een contourkwast, een waaierkwast en een fixeerkwast. Oké, dus het is een fixeerkwast. Dus inderdaad om te poederen. Mooi dat we het weten. Even een slokje koffie. We gaan kijken. Hij voelde alsof je zou zeggen van heb ik hier toch allemaal zitten? Mijn foundation peelt af. Ja, dit is prima. Wat kan je zeggen van je onder ogen zetten, weet je wel? Ze zijn niet eens goed gezet. Ik vind hem echt heel mooi. Ik vind hem niet zo fijn. Hij blendt goed hoor, maar hij is zeg maar net niet zacht genoeg voor poederproducten en net niet stevig genoeg voor cream. Maar goed, hij doet het prima. Ik heb geen idee wat ze gekost hebben trouwens. Ik ga heel even opnieuw mijn ogen zetten. Nu wel. Ik hou van dat droge gevoel, hè. Maar dat weten we inmiddels. Nou, nog een kans. Ja, ik denk dat ik er gewoon even aan moet wennen, want hij blendt het verder wel goed, hoor. Ja, hij blendt dus verder wel echt prima. Ja, ik denk dat ik er gewoon even aan moet wennen. Dit is voor mij ondefinieerbaar. Dit is niet een poederkwast voor mij. En ik zou dit... ik weet het niet. Misschien zou het een goede highlighterkwast zijn. Maar goed, daar heb je dan die waaierkwast voor. En een waaierkwast, even poederen, is serieus iets wat ik nooit gebruik. Zo. Poeder zit erop.
even de wenkbrauwen doen. Ik doe het hele ritueel wat ik normaal doe. En ik weet dat sommigen dan dat eruit gaan knippen. Of dat off-camera doen. Maar dat doen wij niet. Hè? Want wij zijn real. Zeg niet dat die anderen niet echt zijn hoor. Maar ik heb ervoor gekozen om het merendeel gewoon real-time te laten. Dat zegt niet dat ik nooit iets edit. Maar gewoon zo min mogelijk. Wenkbrauwen mogen zometeen even afgemaakt worden. Oké, ik zie echt geen rot. Dit is een oogmake-up pencil set. 5 hoogwaardige oogmake-up kwasten met bijzonder zachte 100% synthetische haren. 5-delig. Een smoky eyes pencil. Een blending pencil. Een eyeshadow pencil. Een eyeliner pencil. En een angled liner pencil met een spoolie. Nou, deze heb ik nog niet in mijn handen gehad. Het stickertje zat nog open. Deze zijn blauw. Nou, dit is de voor de wenkbrauwen. Dit zal de eyeliner zijn. Dit is denk ik de smoky eye. Dan is dit een eyeshadow penseel en een blending penseel. Nou. Oké. We gaan de spoolie proberen. Zal ik een poedertje opdoen, dan kan ik ook dit proberen. Maar dit wilde ik eigenlijk proberen als liner. Want dit hier kan ik echt niet mee werken. Dat gaat er niet worden. Even de wenkbrauwen. Bijkleuren. Oké, ik heb hier mijn Dior paletje. Dan neem ik de grootste kwast met de lichtste kleur uit het palet. Die kwast is een beetje plattig, zie je dat? En dan gaan we even een kleine basis leggen. Deze oogschaduw is echt prima. Echt, ja, meer dan prima. Maar ja, deze kleur zie je gewoon niet op mijn huid. Dat zegt niks over de kleur. Ja, van dichtbij zien het wel hoor. Dan deze een beetje medium kleur. In de hoek. Oké, die doet niet zoveel. Ja, daar komt hij. Oké. Oké.
Dan de blending brush met niks erop. Die is te klein. Voor mij. Maar dat geeft niet. Dan de smoky eye brush. En dan neem ik de donkerste kleur. En ja, ik trek aan mijn oog. Ja, smoky eyebrows, weet je, deze is heel zacht. Ze nemen niet heel veel product op. Dat ligt echt aan de kwast en niet aan het product. Zullen we kijken of we hiermee de binnenkant kunnen doen? Kietelt. Dat borsteltje is zo klein. Het kietelt helemaal. Oké, maar het werkt wel. Ja, het werkt wel. Dan heb ik natuurlijk deze niet gebruikt. Want ik heb nu dit gedaan. Misschien kan ik iets onder het ooglid ermee doen. Nee, dat werkt niet. Nou, deze heb ik dus helaas niet gebruikt. Ja, wat vind ik ervan? Ja, het is oké. Zijn het de allerslechtste kwasten? Nee. Zijn het de beste kwasten? Nee. Ja. Ik maak even af terwijl ik praat, hoor. Ik weet het niet eigenlijk. Sommige van die gezichtskwasten lijken mij een beetje ondefinieerbaar. Ik ga zo de highlighterkwast nog wel even proberen trouwens. Ja, de oogschaduwkwasten, ze pakken niet heel veel product op. Maar als je eenmaal product hebt, dan werkt het prima, zeg maar. Je moet er iets meer moeite voor doen. Qua look, vind ik. Shit. Dat komt omdat ik het haastig probeer te doen. Qua look doen ze Real Techniques. Vind ik. Deze zijn een beetje mat metallic. Ze zijn niet helemaal hetzelfde. Maar qua look dacht ik daar wel gelijk aan toen ik het zag. Dus dat is dat. Ja. Wat ik zeg, is het heel slecht? Nee. Is het heel goed? Nee, ook niet. Dat een beetje. Het was wel leuk om ze te proberen en ik vind het leuk. Dat Lidl dit soort dingen probeert, zeg maar. Ik heb wel de luxe variant van de skincare geprobeerd. Die komt volgens mij meestal rond de feestdagen, rond de kerst en zo. En die vond ik wel fijn.
Die vind ik fijn. Die vond ik fijn. Dit werkte gek genoeg wel. Deze is te klein en te zacht. Deze is oké. Ik pak niet heel veel product op. We gaan die nog even proberen. Ik heb hier een highlighter van Mora. Zien jullie dat? Er gebeurt helemaal niks. Die witte haren nemen geen product op. En dat product zakt gelijk in die zwarte haren. Maar die zwarte haren raken je gezicht niet. Nee. Nee. Deze is ondefinieerbaar. Deze is, zeg maar, ik zou zeggen, vrije keus. Zie waarvoor je hem wil gebruiken. Ja. Ik ga ze zeker nog wel nog een keer gebruiken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Doei!